Hey, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals je ziet, ik zit in Gmod. Ja, ik dacht van laten we maar een beetje gaan klooien in dit spel. En ja, ik ben hier niet alleen. Ik ben hier met camera, oftewel mijn broertje Filter. Hallo. Ja, hi. ja. Dan gaan we maar vandaag een beetje gaan klooien. Of niet? Ja. Zouden we een hele grote setup maken? Ja. Oké. We beginnen met de stoel. Ik maak de stoel. Oké. Hier. De stoel staat er. Ja, de stoel staat er wel. Ja, een tafel. Ja, dus kun je ons ook maar vastleggen om de tafel. Ik zoek bij de computer onderdelen. Computerspul, hier computer. Tafel. Oh check, ik heb hier al een mooie computer. Ja. Zo. Ik ben nu eens boos, maar ik ga maar veranderen. Want mijn broertje die ziet me nu natuurlijk niet. Maar het is niet erg hoor. Nee? Nee. Oké, dan ben ik ook gewoon maar af te. Oké. Dus computertje heb ik ook al. Dat is maar zo mooi. Ja. Sherman, waar staan die? Zal ik een robot daarvoor maken? Nee. De, ja, dat kan wel, maar of het makkelijk is een ander verhaal. Ja. Dat is waar. Waar zitten die stomme pokken dingen? Ik heb te veel mods. Hier allemaal die voltige spul. Ik zie al gewoon, ik kan een tafel maken of zo. Ik kan de tafel al compleet hebben. Tafel maken. Doe maar compleet. Die vind je bij Gmod zelf. Die zitten naar boven. Hier, het is wel bij die, hè? Hier. Bij die spullen. Zo. Ja, want ze zitten naast elkaar, dus dat is wel handig. Ah, hier, ik heb ze de monitors. Normaal is het heel makkelijk, maar hier is het een beetje moeilijker bij mij. Is het, moet het een zo'n gewone tafel of zo? Moet het echt zo'n houten tafeltje die zo recht is? Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee, die is veel te klein, joh. Niet. Nee. Echt veel te klein. Met los. Zo, die ziet al. Kijk, sorry. Oh nee. Ik ga hem niet verwijderen. Als het was altijd gewoon in de grond geglitcht. Ja, die. Oei, nee, de stoel. Mooi zo, hoor, dat ik niet precies nog hier. Hey, wat vind je van de setup? Mooi. Ja, hè? Wat is dit? Dit is lor? Ja, is gelokt. Maar ik lieg maar het collega niet ver. Dus ja. Nee, ik heb hem verwijderd. Oh my god. Of je hebt het gewoon gemold. Nee, ik heb hem verwijderd. Oh. Nee, ik verwijder ook weer de stoel. Oh. Hoe doe je dat steeds? Ik druk de hele tijd op mijn muis en dan laat ik de hele tijd weg. Zal de computer staan aan?
Ja. Auw. Auw. De tafel staat op... Nee. Oh. De tafel is weer onverdwenen. Moet ik soms de tafel plaatsen nee. Of zo? Nee, maar ik klik de hele tijd op de verkeerde knop. Daarom is het niet verdwenen. Stoel is er al en nu op de tafel. En het pak en dit is nu. Nee. We zijn gedaan. Gooi de tafel een keer om. Wat is koud. Yes. Naar achter lopen. Wat voor je staat voor? Waarvoor? Voor mijn ding. Dus daarmee heb ik niet. Nee. Dat is een computer. Oh, dit is een computer. Was het? Oepsie. Wat was dit dan? Oh, yo, ik vlieg tot in China. Gosh. Wauw. Het gebeurt ook elke keer weer opnieuw bij jou, hè? Ja. Zo, ik had weer tafel verwijderd. Waarom zie ik het arm in wat er in China gebeurt? Hey, scout. Wat is er met die hand gebeurd? Bij mij. Ik plaats de stoelen en zo wel. Oké, wat mag ik dan doen? Maar. Wat moet ik dan doen? Ah, doe gewoon maar wat. Oké. Maar niet wat. Ik kijk naar. Je mag alles doen behalve de game laten crashen. Oké, ik ga de game laten crashen. En dan probeer ik alles te doen. En ik ga het op. Game crashen. Ik kan zelf een setup maken. Hoe dan? Ja, we zijn bezig, hè? Oké, succes. De angst staat er bijna. Oh nee! Dat vliegt. Ja, de televisie vliegt tot in China. Nou, die staat. De computer vliegt in China. Dus bijna elke keer. Ja, nu is het klaar. Maar nu met dat te zeggen. Is waar. Willen jullie meer van Darius Mod zien? Doe een duimpje omhoog en abonneer. Want Darius Mod is een van mijn favoriete games. Maar hoe kan je eigenlijk zien als er iemand... En abonneert, hoe kan je dan zien als je het echt moet doen? Want, misschien zijn er al mensen die abonneren en dan ga je jezelf zo denken dat het eindelijk ook klopt. Als je het dan weer moet doen, uiteindelijk klopt dat dan niet, hè, wat je zegt. Oké, ik weet hier. Ik weet niet echt wat ik hier zo moet opzeggen. Oh my god. Wat? Dat vlieg je moet. Hey, check! Oh my god. Oh, prachtige setup. En ik moet hem nu helemaal opnieuw maken. Welke knop was het nou weer? Met. Voor alles te verwijderen. Zet. Oh, yes. Ik heb alles verwijderd. Prachtig. Nieuwe computertje nog plaatsen. Met die schout hand die helemaal tot aan de hemel vliegt. Voor mij. Mag ik blijven staan? Blijf staan.
Shit, daar gaat niet. Wat dan? Oh, je bot is weg, oké. Batman sound, yay! Geniaal. Nou, ik wil echt wel dat jij wel iets wordt dat ik kan zien. Dan moet het wel echt irritant. Ik ben iets wat je kan zien. Ik zie jou als iets wat eigenlijk heel raar is. Kijk maar. Kijk maar, Jasper. Ik weet dat er een error in mij zit, maar dat is, ja, ik weet niet van wat. Ja. Remember, ik heb 400 mods. En jij hebt er maar 53. Dat is waar. Zo is het niet eens de helft van wat ik heb. Ja. Ik kan een feature bijzetten bij jou. Dat heb ik die je hebt gemaakt. Waar zou de fiets zijn alweer? Ah, hier is de fiets. Kijk, mooie fiets. Even zetten. Nee, verwijderen. Dat zou ik een keer. Ah ja, maar jouw ding is op een Lacerti, het is ook waar. Vandaar dat je elke keer opnieuw alles verwijdert. Lacerti? Lacerti, ik heb een QWERTY toetsenbord. Ik ben het gewoon weer op zet te drukken, maar ja. Ja. Spring. Oh, dat is hem. String. Ah. Oh. De fiets zit de hele tijd heen en weer te draaien. Nee! Ja. Waarom plaats je hier een fiets? Omdat als hij weg wil, heeft hij een fiets, hè? Ik denk dat de scout al... Maar als die iedereen het weg moet, dan heeft hij een fiets om weg te gaan. Die omvalt. Ik zei dat je sperm bent. Nee. Zie zo, dit kan ik nu niet meer aanpassen. Maar dat is super irritant. Het valt de hele tijd om die fiets. Nee, ik wel jas. Of je drukt gewoon weer eens. Zet. Moet ik die controle soms veranderen? Ja, echt. Ik kan het echt niet. Zo, dit is nu om te verwijderen. Oké. PG up. We zijn hier. Tot nu toe is dit de setup van... En de fiets is weg. Hoe komt het? Nee, wat? Tot nu toe is dit de setup van de scout. Mooi, hè? Oh. Als jullie nog iets weten wat ik nog meer kan doen in Duivensmod, zeg het in de comments. En dan ga ik dat doen. Nee! Zeg eens nou altijd! Ik het verwijder. Het is altijd nog zet. Dus ja, dan druk ik op zet en verwijder. Het weer, net mooi hebben gezet. Escape.
Oh, je moet nog op Apple drukken. Ja. Maar misschien moet het nu wel lukken. Nou, niet meer gebeuren. Had ik net mijn fiets zo mooi neergezet, dan valt hij weer. Hallo! Luxemburg! Ja. Oh, die was wel mooi. Maar ik kan nog altijd met Zet niet lopen. Nee, dat ligt gewoon aan een toetsenbord. Oké. Okay. Wat kan je nog meer plaatsen? Hoe kan ik een fiets mooi plaatsen? Wat heb je ook weer gedaan? Als de fiets ga ik hier mooi staan. Je maakt wat, dit is beter. Nee, we zetten het in de fik! Al mijn werk! Oh. Het is nog mooier, joh. Ja, kijk dit dan! Hartstikke mooi! Oh, shit. Een stoel wil ik nu met de fiets weg. Hey! Was ik bijna goed. Wat stond die? Ik kom. Waar zit er een pijlen met penis? Nee. Ja, wat is dat? Hey, wat vind je van een pijlen boven? Okay. Burn. Je staat aan de hemel. Echt waar, hè? Fight. Ik ga zelfs nog mee wapen. Ja, als je een schild op zijn, dan kan je niet. Waar ben je? Jasper, wacht! Wat kan je deze zien?
Oh, wat gebeurt er als ik met mijn dates in de rust steek? Maar waar is de wapen? Hé, blijf even staan. Nee. Even staan. What the wet? Nee, je vermoordt me de hele tijd. Slap mijn handen. Wat? Wat? Het is gewoon een spy, hoor. Weet je wat ik doe? Weet je wat ik doe? Ik sla je. Goed, oh my god. Ik ben de hele tijd vermoord. Denk je? Daar. Denk jij om mij de hele tijd te vermoorden? Maar ik kan het niet gebruiken als ik niet gebruik. Wacht, nee. Ik kan het niet gebruiken. Wacht, nog alle twee maar één wapen gebruiken, maar niet dat. Jasper! Oké, dit was de video voor vandaag. Nee, dat was... Hey, waar ben je? Ik ben dood. Kom bij de camera. Dan. Dit was de video van vandaag. Kom, pak de crowbar. Pak de crowbar. Oké. Okay. Ah. Aan de kant. Dit was de video van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zie je dan weer bij de volgende video. Later.